En vandaar een goede voorbereiding op het moment van kinderwens is eigenlijk de belangrijkste preventieve maatregel die je zou kunnen nemen. Vandaag ga ik in gesprek met professor Dr. Steger Steunissen. Zij houdt zich bezig met leefstijlinterventies rondom de bevruchting. Ik ben hoogleraar periconceptie-epidemiologie op de afdeling verloskunde, gynaecologie en de subafdeling neonatologie. En ik ben verantwoordelijk dus voor de periconceptie-epidemiologie en dat is eigenlijk een behoorlijk nieuw vakgebied waarbij we ons bezighouden met de gezondheid van paren die zwanger willen worden en zwanger zijn. En heel precies, dat is eigenlijk de periode 3 maanden voor en 3 maanden na de bevruchting. U houdt zich met name bezig met voeding en leefstijl. Waarom is juist deze voeding en leefstijl zo belangrijk tijdens de zwangerschap? Tijdens de zwangerschap is de moeder de belangrijkste omgeving waarin dat ongeboren kind zich ontwikkelt. Dat betekent dus dat alle weefsels en organen van de moeder optimaal gevoed moeten zijn. Wat we weten is dat juist ongezonde voedingspatronen, denk aan het westerse voedingspatroon, dat gevolgen heeft voor complicaties tijdens de zwangerschap voor de moeder en het kind. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van preeclampsie, hoge bloeddruk bij de moeder tijdens de zwangerschap. Maar ook dat kinderen met een te laag geboortegewicht of te vroeg worden geboren. En dat zijn ook juist de kinderen, maar ook de moeders, die later een hoger risico hebben om allerlei chronische ziekten te ontwikkelen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, maar ook obesitas. Nu bent u met name ook bezig met het stukje juist voor de bevruchting eigenlijk, dus voordat de zwangerschap plaatsvindt. En ook daarin is gebleken dat die voeding en leefstijl heel belangrijk zijn. Wat wij uit ons onderzoek hebben als eerste kunnen aantonen is dat bijvoorbeeld het traditionele Hollandse dieet heel erg belangrijk is voor de kwaliteit van de zaadcellen van de man. Juist een heel positief effect heeft. En wat we ook weten is als het paar met kinderwens en zelfs een subfertiliteitsprobleem een gezond voedingspatroon gaat gebruiken, dat de kans op zwangerschap en zelfs bij een IVF-behandeling toeneemt. Anderzijds is het ook zo dat aangeboren afwijkingen ontstaan natuurlijk vooral in die eerste 3 maanden van de zwangerschap. En waarom is dat? Omdat juist in die eerste maanden na de bevruchting ontwikkelen zich de weefsels en de organen van het kind. Die worden ook geprogrammeerd. En je kunt je voorstellen, als je dan dus een slechte omgeving hebt door die ongezonde voeding en leefstijl, dat nadelige gevolgen kan hebben voor die ontwikkeling van die organen. Dat betekent dus een verhoogd risico op aangeboren afwijking, sneller een miskraam krijgen, een doodgeboorte, een vroeggeboorte of een kind met een laag geboortegewicht. En vandaar een goede voorbereiding op het moment van kinderwens is eigenlijk de belangrijkste preventieve maatregel die je zou kunnen nemen. Hoe proberen jullie daar binnen de periconceptie-epidemiologie op in te grijpen? Ja, dat is een hele uitdagende vraag. We zijn daar 1 jaar of 10 geleden al mee begonnen om een speciaal spreekuur op onze polykliniek te hebben. Gezond zwanger worden heet dat spreekuur. Waarbij paren met kinderwens of in die periconceptieperiode gecounseld worden op hun voeding en leefstijl. En we hebben al kunnen aantonen dat enorme effecten heeft. De paren worden sneller zwanger, zelfs als ze een fertiliteitsprobleem hebben. En we zien ook inderdaad dat die voeding en leefstijl aanzienlijk verbetert. Maar daarmee waren we er nog niet, want dat is inderdaad een face-to-face consult, zoals we dat noemen. Vandaar dat wij een e-health applicatie hebben ontwikkeld en al in 2011 gelanceerd. Slimmer zwanger, waarbij we het paar individueel coachen via een mobiele telefoon. En die coaching is ook vooral dus gericht op de belangrijkste voeding- en leefstijlfactoren, zoals foliumzuurinname, groente, fruit, stoppen met roken en alcoholgebruik. Heeft het al eerste inzichten, resultaten opgeleverd? We kunnen laten zien dat 40 tot 70% verbetering van de voedingsinname zichtbaar wordt als paren dit gebruiken. En we zien ook hogere zwangerschapskansen. En dat is dan ook de reden dat dit eigenlijk het enige evidence-based leefstijlinterventieprogramma is voor deze doelgroep. En dat geeft dan ook de mogelijkheid om het nu te gaan implementeren in onze zorg. Dus het is nu ook bij ons standaard zorg. Zowel dat consult als die e-health applicatie. Wat hoopten we in de toekomst nog te bereiken? Dat we in feite een leefstijlcoachingsprogramma voor de hele levensloop ontwikkelen. Daar hebben we ook de eerste start mee gemaakt. Zodat iedereen eigenlijk zijn hele leven ondersteund kan worden met leefstijlcoaching. Want je bent niet altijd zwanger, je bent niet altijd ziek of herstellende. Maar leefstijlzorg zou je eigenlijk je hele leven kunnen gebruiken.